Hoofdstuk 6, de Vriendsche Hol rekeningen. Ons kyk na die tweede afgeleide. Wat beteken die tweede afgeleide? Baie eenvoudig, jy differentieer, jy vat die antwoord en jy differentieer weer een keer. So as hulle vir ons gee K van X, een uitdrukking daarvoor, gaan ons sê K accent van X en ons differentieer dit een keer. Dit noem ons die eerste afgeleide, 2 maal 3 is 6X kwadraat. Minus 4 maal 2 is 8x en die constante val natuurlijk weg. En nou kry ons die tweede afgeleide en ons skryf dit so met een dubbel accent. K dubbel accent x en ons vat ons vorige antwoord en ons sê 6 maal 2 is 12x minus en die afgeleide van 8x is net 8. En daar het ons die tweede afgeleide van k van x bepaal. As hulle vir ons gee y van x is 3 op x, moet mens het natuurlijk eerst skryf as 3x tot die mag minus 1. En nou gaan ons die ander notatie gebruik en ons gaan sê dy dx en ons differentieer 1 keer. Minus 1 maal 3 geef ons minus 3x. Wees voorzichtig, trek 1 af, minus 1, minus nog 1, is minus 2. Differentieer weer een keer en kyk hoe skryf ons dit. Ons sê d kwadraat y, dx kwadraat. Dit is hoe dit in hierdie notatie geskryf word. En nou doen ons ons gewone differentiasie reels. Minus 2 maal minus 3 is plus 6, x en minus 2 minus nog 1 is minus 3. As hulle wil hê, mens moet dit met positieve exponente skryf, gaan jy dit op die ouend skryf as 6 op x tot die derde mag.